Tatiana Siemik deelt zeldzame vloedefoto's. Tatiana Siemik heeft een aantal bijzondere, nog niet eerder vertoonde vloederfoto's gedeeld met haar volgers. Tatiana speelde de rol van Kees in de drie films en de tv-serie over het sociale gezin. Op Instagram schrijft de actrice, dit zijn nog niet eerder vertoonde foto's van apestaatje Frankversen. Het was in 1986 in Sittard. Tatjana laat weten dat de fotograaf iedere dag op de set te vinden was om foto's te maken. Zo schrijft ze: Frank was er iedere dag en heeft ons op de meest onverwachte momenten op camera vastgelegd. Ik ben hier blij mee. Mooie tijden. De volgers van Tatjana blikken met warme gevoelens terug op de Floddertijd. Zo schrijft iemand: Wat ben ik blij dat Flodder een deel van mijn jeugd was? Iemand anders schrijft, blijft eeuwig leuk. Nog iemand anders schrijft, voeder, wie is er niet groot mee geworden? En ik kan er nog steeds van genieten.